De staat Suriname en de Oppenheimer-bondholders hebben geen overeenstemming kunnen bereiken over de beschikking van de circa 800 miljoen US dollar schuld. Deze onderhandelingen vonden plaats op 11 en 18 juli. Voor Suriname is deze schuldverlaging van belang, omdat dit een van de maatregelen is die genomen moet worden om de economische financiële crisis aan te pakken. Eerder dit jaar bereikte minister Agaibersing al overeenstemming met de Club van Parijs en andere schuldeisenlanden zoals Frankrijk, Nederland, Italië, Israël en Zweden. De buitenlandse schuldenlast van Suriname bestaat uit een groot aantal buitenlandse leningen, waaronder 270 miljoen Amerikaanse dollar van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank, 98 miljoen US dollar bij buitenlandse banken en financiële instellingen en 150 miljoen US dollar voor de overname van de Afubakadam. In oktober 2020 werd bekend dat Suriname niet aan zijn betalingsverplichtingen kon voldoen en schuldeisers om uitstel van betaling had gevraagd. Er moest op korte termijn 26 miljoen US dollar aan rente worden betaald, maar het geld daarvoor ontbrak. Het economisch en financiële wanbeleid van het vorige kabinet was één reden, maar ook de coronapandemie. Voor het jaar 2020 werd er een begrotingstekort verwacht van zo'n 20% van het BBP. In mei 2021 bereikten Suriname en het IMF overeenstemming over het doorvoeren van 34 maatregelen om de economie te saneren. De regering van Suriname stelt zich op het standpunt dat de bondholders mede verantwoordelijk zijn voor de economische situatie in het land. Er is geld aan Suriname geleend tegen woekerrentes.